een beetje een publiek geheim. Nee, dat er wel zwart geld in rondhang was. Daar werden we echt betaald. En dat huren, dat is een vast loon. Maar op een bepaald moment kwam er daar een schuldenteller op. En die schuldenteller diende per 750.000 schutten dat we draaiden. Hoe langer dat we daar ook aan zaten, dat maakte geen verschil uit. Staken we ons hand op, een van de bazen ging in huis en jaalde 1000 frank. En we kregen die gewoon in de hand uitbetaald. Hoe meer hij werkt, hoe meer hij verdient. Geen uurloon, zo gezegd, maar naar gelang de afgewerkte producten die je teruglevert aan het bedrijf, die hier dan afgemeten werden, gecontroleerd en eventueel bij te zware fouten werd je wel een vorm van beboeting. Maar het was ook wel toen gebruikelijk in de textielbedrijven, ja, voor zover ik weet hier in de streek toch, geweldig dat ze maar een serieuze zwarte kast hadden. En dat als er plots veel meer werk was, dan spoorden ze u aan om overuren te doen. Dus je deed bijvoorbeeld de voormiddag, had om 1 uur gedaan, ik reed naar huis. En dan zei, dan hadden ze al komen vragen in de voormiddag, kunde hij weer komen voor een boom aan te draaien of voor doortalen of voor wat weven op die getouw. In plaats van volk te aanvaarden en dan weer af te danken, deden ze verder met vogel dan ze hadden. Maar ze lieten ze meer werken. Het was een gouden tijd. Hè? Het was een gouden tijd. Ik denk, mijn ouders hebben dat gekend na de oorlog. En wij, in mijn generatie, hebben we daar ook nog heel lang van meegenoten. Hè?